Je Nederlands. met Sophie. En de. W.S. Instructies geven bij een verhuis. Dit is de woonkamer van. Sophie. De woonkamer is nog leeg. De woonkamer is is nog niet ingericht. Sophie is pas verhuisd. De meubels staan nog niet op zijn plaats. Help je mee om alles op de juiste plaats te zetten? Wat moet ik doen met de tafel? Zet de tafel voor het grote raam. Voor het grote raam. Zet de tafel voor het grote raam. Wat moet ik doen met de ladekast? De ladekast. Zet de ladekast tegen de muur. Links naast het kleine raam. Links naast het kleine raam. Tegen de muur. Wat moet ik doen met de zetel zet de zetel tegen de muur onder de boekenkast zet de zetel tegen de muur onder de boekenkast onder de boekenkast wat moet ik doen met deze doos, zet de doos in de hoek van de kamer. Nee, niet onder de tafel, in de hoek van de kamer, onder het kleine raam, onder het kleine raam, in de hoek van de kamer. Wat moet ik doen met de andere zetel? Zet deze zetel links naast de andere zetel onder de boekenkast. Wat moet ik doen met deze koffietas? Zet de koffietas op de tafel. Nee niet op de ladekast op de tafel. Op de tafel. Wat moet ik doen met deze staanlamp? Zet de staanlamp tussen. De zetel en de tafel. Zet de staanlamp tussen de zetel en de tafel. Tussen. Wat moet ik doen met het tapijt? Leg het tapijt op de grond. Voor de zetels. Op de grond. Voor de zetels. En wat moet ik doen met deze boeken? De rode boeken. Zet de rode boeken in de boekenkast. Helemaal bovenaan. Nee, niet beneden. Helemaal bovenaan. Bovenaan. In de boekenkast. Wat moet ik doen met de laptop? Zet de laptop op de tafel. Zet de laptop op de tafel. Op de tafel naast de koffietas. Wat moet ik doen met de groene boeken. Zet de groene boeken in de boekenkast. In het midden. In het midden van de boekenkast. In het midden. Onder de rode boeken. Wat moet ik doen met deze tafellamp? zet de tafellamp op de ladekast op de ladekast in het midden van de ladekast wat moet ik doen met de salontafel zet de salontafel op het tapijt op het wat moet ik doen met de knuffelbeer? Zet de knuffelbeer op de doos. Nee, niet op de tafel, niet op de ladekast. Nee, zet de knuffelbeer op de doos. Op de doos. Wat moet ik doen met dit kussen? Leg het kussen in de zetel. Leg het kussen in de zetel. In de linkerzetel of de rechterzetel? Dat mag jij kiezen. Ik leg het kussen in de linkerzetel. Wat hebben we nog? We hebben een stoel, een bal, blauwe boeken, een speelgoedauto en een gitaar. Wat moet ik doen met de blauwe boeken? Zet de boeken in de kast onder de groene boeken in de kast. Onder de groene boeken. Wat moet ik doen met de bal? Leg de bal links naast de doos. Leg de bal naast de doos. Rechts naast de doos. Links naast de doos. Links naast de doos. Wat moet ik doen met de stoel? Zet de stoel voor de tafel. Wat moet ik doen met de gitaar? Zet de gitaar links naast de tafel. Links naast de tafel. En we hebben alleen nog de speelgoedauto. Wat moet ik met de speelgoedauto doen? Zet de speelgoedauto rechts naast de doos. Rechts naast de doos. En wat vind je van de woonkamer van Sophie? Staat alles op de juiste plaats? De salontafel staat op het tapijt. De zetels staan tegen de muur onder de boekenkast. Het kussen ligt in de zetel. De ladekast staat tegen de muur. De lamp staat op de ladekast. De tafel staat voor het raam. De laptop staat op de tafel. Ook de koffietas staat op de tafel. De boeken. Staan in de kast. De doos staat in de hoek. De beer zit op de doos. De bal ligt naast de doos. De speelgoedauto staat naast de doos. De gitaar staat naast de tafel. De staanlamp staat tussen de zetel en de tafel, naast de gitaar.